Leerlingen van het Diamantcollege in de stad worden 1 dag in de week naar huis gestuurd. Reden? Een tekort aan leraren. Het lerarentekort is een landelijk probleem, maar bij het Diamantcollege is het probleem structureel. De PvdA vindt dat leerlingen 5 dagen in de schoolbanken moeten zitten en wil dat de gemeente helpt het probleem op te lossen. Ook omdat het Diamantcollege een school is voor speciaal onderwijs. Omdat we nu zien natuurlijk dat de kinderen dus door een lerarentekort minder les krijgen. Het zijn kinderen die in het speciaal onderwijs zitten en dat vinden wij zorgelijk. Want juist deze kinderen hebben gewoon structuur nodig, hebben wat meer tijd voor les nodig en die krijgen nu juist minder les. En daar moet wat aan gedaan worden, vinden wij. Bushoff erkent dat de lokale politiek relatief maar weinig kan doen aan het probleem. Het is natuurlijk voor een groot deel ook een probleem wat Den Haag moet oplossen. Maar op dit moment laat het kabinet dat na. Dus dan vind ik dat je als lokale politiek ook gewoon je uiterste best moet doen. En dan zou je er bijvoorbeeld aan kunnen denken van, goh, de werkdruk misschien iets verlagen voor docenten. Dat zou ook kunnen helpen. Bijvoorbeeld door meer conciërges op scholen in te stellen. Nou, dat is bijvoorbeeld een oplossing waar je aan zou kunnen denken. En verder vind ik ook gewoon dat de school samen met het college hierover in gesprek moet. En dat ze ook gewoon kunnen uitleggen wat zij van het college verwachten. Heb je zelf nog meer oplossingen bedacht waarvan je denkt van die wil ik wel aandragen? Ja, kijk, het is in eerste plaats natuurlijk iets voor het college, maar ik heb er zelf ook al wel even over nagedacht. Dus wat ik zei is, als je de werkdruk verlaagt, al is het maar een klein beetje, helpt dat natuurlijk. Dat kan met die conciërges, dat kan met klasseassistenten. Het helpt ook als je gewoon het vak van leerkracht aantrekkelijk maakt, als je het voor leerkrachten aantrekkelijk maakt om in Groningen te wonen. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die kunnen bijdragen aan het, verlagen van de werkdruk en ervoor zorgen dat er meer leerkrachten gewoon voor de klas kunnen gaan staan. En dat is uiteindelijk gewoon keihard nodig. Naast dat we natuurlijk ook gewoon druk op Den Haag moeten blijven uitoefenen om ervoor te zorgen dat er echt actie wordt ondernomen. De PvdA heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur.